We gaan verder waar we gebleven zijn. En voor degene die de eerste uitzending niet hebben gezien. Het gaat over een boek wat ik in handen heb gekregen via mijn tante Til uit Amstelveen. Dat is niet zo gek, want ik ben geboren in Bovenkerk. En Bovenkerk is momenteel een wijk van Amstelveen. Ik ben geboren in het huis waar mijn tante Til woonde. In dat boek zaten ook krantenknipsels. En het boek zelf maakt Anne Frank, dit een Joods meisje, uit voor een vroeg seksueel iemand. Ik vind dat vies. Ik weet niet wat jullie daarvan vinden. Misschien dat jullie zoiets hebben van ja, vrouwen hebben het recht op seksualiteit. En ook al is dat op jonge leeftijd. Met een 30 jaar oudere man. Dat moet je gewoon toestaan. Hè? Dat is namelijk die seksuele drift van die Joodse meisjes. Zoals Anne Frank. Ik vind dat bijzonder vies. Ik weet niet wat jullie daarvan vinden. Maar ik vind dat vies. De insinuatie vind ik vies. Vandaar dat ik dus dit bespreek. Dit is nog niet het boek zelf. Dit is weer een krantenknipsel wat in dat boek zat. Wat mijn tante Til heeft uitgeknipt. En ze heeft de datum eraf geknipt. En het staat daar linksbovenin. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Maar hier staat HDBL, ik denk Handelsblad, NRC Handelsblad, en dan 18898, denk ik. Ze heeft zij erop geklad. Dat zal wel ongeveer zo zijn. Ik lees eerst, ik ga het nu even ik ga het gewoon voorlezen en bespreken daarna. En ik ga eerlijk vertellen wanneer ik aan het voorlezen ben en wanneer ik aan het bespreken ben. Maar ik ga niet alles eerst voorlezen en dan alles bespreken, want dan denk ik dat jullie het niet gaan volgen. Ja. Niet alles wat Anne schreef is gedrukt. Dit heb ik voorgelezen. Het dagboek van Anne Frank blijft de gemoederen bezighouden. Het is volgens deskundigen zelfs goed mogelijk dat er behalve de 5 pagina's die nu zijn opgedoken, nog meer passages uit haar notities zijn achtergehouden. Ja, door wie? Wie heeft die notities achtergehouden? Ik pak even een stukje tekst erbij. Je moet weten wanneer dat tegen je gelogen wordt. Hè? Want anders dan ga je goedbedoelende mensen die iets zeggen wat jij niet begrijpt, die ga je uitmaken voor een leugenaar. En dan slaat de hoe heet dat ook weer? Ja? De poepen die poep in de ventilator. Hè? Goed weten wanneer mensen gaan liegen. Wie hebben die passages uit haar notities achtergehouden? En waarom? En die pagina's die zijn nu opgedoken. Oh ja? En hoe kwam dat dan? Ja, ik heb hier nog 5 pagina's van het dagboek van Anne Marie Frank. Anne M. Frank. Die zijn uit Bergen-Belsen via Treblinka naar mij gebracht. Want ze waren bang dat ze anders vernietigd zouden worden. Dus die heb ik altijd verborgen in een kistje. Maar nu is het 1998. Ik vind toch dat ik die pagina's vrij moet geven. Ik kan die pagina's niet langer, die passages, die kan ik niet langer achterhouden. Ik heb spijt als haren op mijn hoofd. Kan ik makkelijk zeggen, want ik heb niet zoveel haar op mijn hoofd. Ik heb spijt als haren op mijn hoofd, dat moet je bij mij met een korreltje zout nemen.
En het dagboek van Anne Frank. Ik heb het dus gehad. Dat, we gaan zo dadelijk bespreken. De dagboeken. En wat is dan het dagboek? En het is volgens deskundigen. En welke deskundigen dan? Zijn dat dezelfde deskundigen van de MH17? Of die geniale mensen die 9/11 ontleed hebben? Ik vraag het maar hoor. Ik zou ook wel willen weten wie is. Het is geschreven door Arjen Schröder. Op 18 augustus. En dat is dus denk ik dan... Ja, dat moet in 1998 zijn. Lees ik weer een stukje voor. Ik ga me echt volgende keer beter inscannen hoor. Want het is wel erg weinig dit. Door onze redacteur Arjen Schröder. Rotterdam, 18 augustus. Dat niet alles wat Anne Frank schreef op haar onderduikadres... aan de Amsterdamse Prinsengracht ook daadwerkelijk in druk is verschenen, wisten de lezers van de wetenschappelijke editie van haar dagboek al. Aha! Deze editie verscheen in 1986, ik kan het bijna niet lezen, maar er staat 86 hoor, bij de staatsuitgeverij en uitgeverij Bert Bakker. Dat boek, dat heb ik dus. Dat is dus de wetenschappelijke editie van haar dagboek. Onthoud het even goed. Terwijl mijn aansteker het niet doet. Sorry voor de onderbreking. Het betrof een wetenschappelijke studie, dat boek dus, hè, waar we het over gaan hebben. Over het seksleven en de seksverlangens. En de... Hoeveel je respect moet hebben voor dat zo'n meisje van 13, 14, ja. Gaat toch een beetje kriebelen, hè? Tussen de twee grote tenen in, hè? Dat het een oorlog is, ja, dat... Ja. Dat overleven we wel of dat overleven we niet. Maar het seksuele verlangen. Daar gaat het om. Dat is het wonder van het leven. En het betrof een wetenschappelijke studie van het Rijksinstituut. Ik lees je voor. Hè, voor oorlogsdocumentatie. RIOD. Ja, I don't effing care. Maar, over het dagboek van Anne Frank. Van het beroemdste slachtoffer van Adolf Hitler. De studie stond onder leiding van... Ja, kijk, en nu komen er wel namen. Hè. Hierboven niet. Want we zeggen... Ja, kijk hoor. Ja. Deskundigen, hè. Zijn die deskundigen dan deze drie namen? Ja. Nou, de studie stond onder leiding. Dus ja, die mensen zijn niet verantwoordelijk. Gaf alleen maar leiding. De heren H. Paap en de medewerkers G. van der Stroom en D. Barnau. En ging vergezeld van een samenvatting van een rapport... over handschriftvergelijking en documenttechniek van het gerechtelijk laboratorium. Volgens de auteurs ging het bij deze uitgave om een integrale en letterlijke uitgave van alles wat slachtoffer, het beroemdste slachtoffer van Adolf Hitler, gedurende meer dan 2 jaar in haar dagboeken had opgeschreven. Aha, hier staat dus... Dagboeken, wel hè? Dit is weer meervoud. Hier gaan ze voetelen.
Pas op. Driemaal maakt deze wetenschappelijke editie in een voetnoot gewag van het weglaten van passages. De eerste weg... Ja, en nu moeten we naar de volgende PDF. Een beetje moeilijk, want dit is een hele grote kantenpagina. Dus die kon ik niet in één keer inscannen. Dus dan moet ik nu proberen op pagina 2 te komen. En lukt me dat wel? Vraag jullie natuurlijk ook af, van kan Perry dat wel? Dan doe ik zo. Nee, moet ik nog iets gaan zo. Hoppa, zo. Kom op. Ach nee. Mijn computer werkt niet mee. Dan doe ik het gewoon zo. Als je het over hebt wie er de baas is, ik of mijn computer, dan zeg ik altijd ik. We lezen door aan de linkerbovenkant. Het is een beetje slecht gescand, dus ik mis misschien een zinnetje. Maar... Volgens de Riot-medewerker Barnau, onvriendelijke uitdrukking in een dagboekbrief van 26 februari jegens haar moeder. Deze uitdrukking werd op verzoek van de familie Frank geschrapt. Oké. Even terug naar het begin. Hè. In de Tweede Wereldoorlog heeft de paus samen met Adolf Hitler en Stalin, Joseph Stalin en Winston Churchill en die meneer Roosevelt. Toen heeft hij de Duitsers gepakt en en passant heeft hij gewoon de Joden gepakt. En vervolgens de Duitsers de schuld gegeven dat ze de Joden gepakt hebben. En wij willen weten wie dat gedaan heeft. Wie waren er toen de baas bij het Vaticaan en dergelijke? En wie zaten erachter? En dat een Joods meisje, ook al heet ze Anne Frank, in een dagboek iets lelijks heeft geschreven over haar moeder, lijkt mij niet ter zake doende. Het gaat over iets meer dode Joden dan alleen dit Joodse meisje. Los van het feit dat ze hier dus wordt weggezet als echt seksueel bewust iemand. De tweede keer is dat in een dagboekbrief van 15 juni. De tweede keer is dat in een dagboekbrief van 15 juni 1942. Daarin schrijft slachtoffer over haar schoolklas en ze noemt namen van klasgenoten. Deze namen zijn op initiatief van het RIOD deels weggelaten. Oh. Welke namen zijn dan wel genoemd? Het instituut had de genoemde personen benaderd met de vraag of zij er bezwaar tegen hadden om in de tekst genoemd te worden. Van personen die daar prijs op stelden, werden de initialen gefingeerd. Wat? Wat staat hier nou? Het instituut had de genoemde personen benaderd met de vraag of zij er bezwaar tegen hadden om in de tekst genoemd te worden. Van personen die daar geen bezwaar tegen hadden. De personen die geen bezwaar hadden tegen het feit dat ze genoemd zouden worden, hebben ze de initialen verzonnen. Gefingeerd. Oké. Okay.
Ja. Het zal wel kloppen. De derde weglating is die in een dagboekbrief van... En wat is eigenlijk een dagboekbrief? Ja, het zal wel kloppen. Van 8 februari 1944, waar het meest beroemde slachtoffer van Adolf Hitler schrijft dat ze kritisch is over het huwelijk van haar ouders. Op diezelfde dag, hier staat op dinsdag 8 februari 1944, maar dat is dezelfde dag. Dinsdag 8 februari. Hier staat alleen maar 8 februari 1944, hier staat dinsdag 8 februari 1944. Dezelfde dag schreef ze over haar verlangen naar rust en naar vrolijkheid. Ze schreef ook vrij uitvoerig 47 regels over het huwelijk van haar ouders. Kijk, 4-7, dat is zo'n getal, hè? 4 is de D en 7 is de G. Je hebt ook een AK-47 en een AK-74. En ze heeft 47 regels geschreven. Kunnen het gaan controleren. Waarschijnlijk klopt het wel. Dat hele dat boek, dat gaan we zo dadelijk bespreken. Nou, dat is totaal gewoon opgesteld. Deze regels, die 47 dus, hè, komen in de integrale editie niet voor. Oh, ja, die heb ik dus niet in mijn handen. Ik heb de wetenschappelijke editie in handen van 1986 van de staatsuitgeverij en Bert Bakker. Kennelijk is een integrale editie. Uit een voetnoot bij het dagboekgedeelte van 8 februari 1944 blijkt dat de 47 regels op verzoek van de familie Frank zijn geschrapt, omdat ze een uiterst onvriendelijk en deels onjuist beeld van het huwelijk van haar ouders zouden geven. Ja, wat maakt mij het nou uit? Zijn mensen van Joodse afkomst omgelegd? Wie hebben dat gedaan? Wie zit erachter? En lopen die mensen nog vrij rond? En het antwoord is... iedereen die erachter zit heeft te maken met de paus. Dat is de maffia van deze aarde. En ja, ze lopen nog vrij rond. Om deze laatste dagboekaantekening gaat het vermoedelijk in de onlangs opgedoken 5 pagina's van het dagboek. Oh. Enkele maanden geleden, zo onthulde gisteren het Radio 1 journaal in schuinschrift, heeft een voormalige medewerker van de Anne Frank Stichting in Amsterdam, het RIOD en het Anne Frank Fonds in het Zwitserse Basel ervan op de hoogte gesteld dat hij in het bezit is van enkele originele bladzijden met dagboeknotities. Volgens het RIOD en het Anne Frank Fonds waren deze bladzijden tot dusverre onbekend. Het RIOD heeft de bladzijde gezien en is van mening dat het vermoedelijk een door slachtoffer zelf herschreven passage betreft van de weggelaten passage over het huwelijk van haar ouders. Oké, dus Anne Frank heeft dus in haar dagboek geschreven: lieve Kitty, papa en mama doen helemaal niet aardig tegen elkaar. Ik vraag me af waarom ze überhaupt bij elkaar blijven. En dat heeft ze nog een keer geschreven.
En de eerste versie hebben ze dus de familie wist het tegen te houden. En dan komt dus deze man, alsnog met pagina's. Ja. Dat slachtoffer, en dan moeten we nu, even kijken hoor, moeten we hierboven? Nee, ik denk dat hier moet door. Dat slachtoffer de weggelaagde passage had herschreven, zegt het RIOT nooit te hebben geweten. Nee, ze wilden het toch eruit hebben. Ik kwam tegen die microfoon aan, sorry. De vader van slachtoffer bepaalde dat de geschriften naar, even kijken hoor, naar oorlogsdocumentatie gingen. Het RIOT heeft de originele dagboekaantekeningen sindsdien, oh, dit is fout Nederlands. Het RIOT heeft de originele dagboekaantekeningen sindsdien in beheer heeft. Daar staat nog twee keer heeft. Het RIOT heeft sindsdien in beheer. En dan niet nog een keer heeft. Wat is dat nou? Dit kan ik toch ook niet flikken als ik een offerte uitbreng? Of een brief stuur? Stel, ik ken een leuke vrouw. Stel, wetenschappelijk gesproken. In mijn e-mail doe ik dit niet hoor. Het RIOT heeft de originele lalala sindsdien in beheer heeft. Ah. Of misschien hebben ze een Marokkaan in dienst of zo. Of een Turkse Marokkaan. Die is geboren op Casablanca, opgegroeid in Ankara. Wat is dit? Ja, het maakt niet uit. We hebben het gewoon over de Holocaust. En dan mag je gewoon bagger poepen. Het gaat toch maar om Joden, hè? Wordt er veel erger, hoor. Kon er veel meer drek aan. De opgedoken pagina's zitten daar dus niet bij. Even kijken, hoor. Ja, precies. Dus, de vader van slachtoffer, die had dus manuscripten in handen. En de nu opgedoken pagina's zaten daar niet bij. Ja. Maar dat had je toch al eerder gezegd. Dus de hele tijd wil zeggen, ja kijk, er was nou ook zo, de manuscripten. En toen zijn er dus later nieuwe pagina's opgedoken. En die, ja. En hoe het in elkaar zat, het was als volgt. Er zijn nieuwe pagina's opgedoken en we hebben gecontroleerd. Dat waren nieuwe pagina's. En dus die eerdere pagina's, je weet wel, de eerdere pagina's, daar zaten ze dus niet bij. En toen hebben we dus naar gekeken, hebben ze handschriftvergelijking gedaan. En toen bleek dus dat dus die pagina's die we eerder hadden, ja, dat is dus later zijn er de nieuwe pagina's opgedoken. Zal ik het nog een keer vertellen? Dit heet liegen. Zo word je bij de neus genomen. Om het maar even op zijn Joods te zeggen. Hè. Want een beetje homo ben ik zelf ook wel. Eens een grapje. Maar een beetje wel natuurlijk. De wetenschappelijke editie bevat drie versies van het dagboek. Ja, dat klopt inderdaad. Dat is opmerkelijk. Dat het er drie zijn. In mijn vorige uitzending heb ik al duidelijk gemaakt dat die stafadvocaat ook gelijk zei, dat zullen er wel drie zijn. Die voelde hem ook wel hangen. Hè? De tekst uit het schrift van slachtoffer. De tijdens slachtofferjaren in het onderduikadres herschreven versie op losse vellen. Zoals slachtoffer die had bedoeld voor een boek. En de tekst zoals die vanaf 1947 beschikbaar was. Oh, oké. Okay. Deze laatste versie
werd door de vader van slachtoffer op nogal wat plaatsen ontdaan van hem onwelvallige passages. Ja. Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, RIODE, vermoedt nu dat vader van slachtoffer kort voor zijn dood de bladzijde van de tweede op losse vellen geschreven versie heeft weggelaten en in bewaring heeft gegeven van de toenmalige medewerker van het Anne Frank huis. Dit zou in 1980 zijn gebeurd tijdens een onderzoek van het Duitse Bundeskriminalamt naar de authenticiteit van de dagboeken in een strafzaak tegen twee neonazi's die hadden beweerd dat de dagboeken waren vervalst. Oké. Okay. In 1980... Wat staat hier nou allemaal? De vader van slachtoffer heeft kort voor zijn dood de bladzijde van de tweede versie. Dus Anne Frank heeft dus een dagboek geschreven in een boek. En daarna heeft ze op losse vellen iets geschreven. En dat moest een boek gaan worden. Oké, dan komen we al wel laat. Ja. Dus die tweede versie was een soort fantasie, zou ik maar zeggen. Die eerste versie was echt het dagboek. En de tweede was iets van, ik maak er iets moois van. En de derde is dan de versie die haar vader van de, met name de eerste versie heeft gemaakt. Want de tweede versie, dat was de... Zat het nou? Ja, hier zat het. Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie vermoedt dat de vader van slachtoffer de bladzijde van de tweede op losse vellen geschreven versie heeft weggelaten en in bewaring heeft gegeven van, nee, dat moet aan, niet van de toe, je geeft iets aan en je geeft iets niet van. Heeft gegeven van, dat klopt dus niet, de toenmalige medewerker van, ja, de stichting die opgericht is voor slachtoffer. Dit zou in 1980 zijn gebeurd. Nou, nu wil ik weten wanneer Otto Frank overleden is. Want ik weet het niet hoor, ik kijk me even. Oh, oké, okay. Hij is inderdaad, hij is 19 augustus 1980 overleden. En die andere was 1980, oké, okay. Ja, ik moet het echt eventjes... Mijn computer is heel hard aan het rekenen. In mijn hoofd dan. Hè? Dit kan allemaal nog. Ja. RIOD-medewerker Barnau sluit na de recente ontdekking niet uit dat de vader van slachtoffer nog meer dagboekaantekeningen heeft achtergehouden. Volgens hem heeft de redactie van de wetenschappelijke editie de weglating van de bladzijde niet kunnen opmerken, omdat vader van slachtoffer de pagina's na het weglaten van de passages over zijn huwelijk opnieuw heeft doorgenummerd. Dus hij heeft het dagboek gewoon herschreven.
het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie en het Zwitserse Slachtofferfonds vindt het belangrijk de ontbrekende bladzijden alsnog in bezit te krijgen. Beide instellingen zeggen in een gezamenlijke verklaring het hoogst onwaarschijnlijk te vinden dat vader van slachtoffer de originele bladzijden zomaar heeft weggegeven. Dat snap ik ook niet. Hij had toch dingen achtergehouden? Is dat toch? Er wordt niet uitgesloten. Sluit na de recente ontdekking niet uit dat vader van slachtoffer nog meer dagboekaantekeningen heeft achtergehouden. Iemand van het RIOT, namelijk meneer Barnau, en die staat ook in het boek wat ze dadelijk krijgen, die acht het voor mogelijk dat de vader van slachtoffer nog meer dagboekaantekeningen heeft achtergehouden. Daar komt het niet. En dan daaronder. Nee, dat is niet zo hoor. Dat vinden wij niet voor mogelijk. Nou, dit lijkt heel erg veel op het krantenartikel wat ik las in de Ardennen op vrijdagochtend 18 juli. Hè? Na de MH17 ramp. Je zegt gewoon eerst heel duidelijk, het is A. En vervolgens zeg je heel duidelijk, het is B. Ja. Zo kunnen we nog wel even bezig blijven. Dan krijgen we hier en al verder. Want dit loopt dan door van de bovenkant, denk ik. Ja. Dus dan moet je hier, en hier begint het dagboek dan. Het beste Kitty. Ja, ik zal het wel eventjes een stukje voorlezen. En dan kap ik deze af. En dan gaan we echt dat boek duiken we dan in. En dan ga ik gewoon mijn geld stoppen waar mijn mond is. Dat ik jullie ga vertellen waar het over gaat. Ik lees even voor. Beste Kitty, hoe ik mij voel zou ik je niet kunnen zeggen. Het ene ogenblik verlang ik naar rust, het andere weer naar wat vrolijkheid. Lachen zijn we hier niet meer gewend. Zo echt lachen tot je niet meer kunt. Vanochtend had ik wel de slappe lach. Je weet wel, zoals je op school wel kunt hebben. Margot en ik zaten te giechelen als echte bakvissen. Gisterenavond hadden we weer wat met moeder. Margot rolde zich in haar wollen deken, maar sprong plotseling weer uit bed en bekeek de deken heel nauwkeurig. Er zat een speld in. Moeder had in de deken een stuk ingezet. Vader schudde veelbetekenend zijn hoofd en had het over moeders slordigheid. Al gauw kwam moeder uit de badkamer en ik zei zo'n beetje voor de grap, du bist doch eine rechte Rabenmutter. Ja, dus Anne Frank kon ook erg goed Duits. Hè? Ik denk dat hier staat, dat is allemaal een beetje Dietse. Eine ravenmoeder, denk ik. Hè? Jij bent toch een echte ravenmoeder. Maar dan op z'n Duits. Ja. Goed hoor, van een meisje van 13, 14, wat was ze? Ze trok direct haar hooghartigste gezicht en zei tegen mij,
Jij moet vooral wat van slordigheid zeggen. Als jij naait, ligt de hele grond bezaaid met spelden. En kijk eens, hier ligt weer het nageletui. Dat ruim je ook nooit op. Ik zei dat ik het nageletui niet gebruikt had en Margot sprong in, want zij was de schuldige. Moeder praatte nog een poosje door over slordigheid tegen mij, tot ik boordevol was en tamelijk kortaf zei: ik heb toch niets van slordigheid gezegd. Altijd krijg ik het als een ander wat doet. Kijk hoor. Altijd krijg ik het als een ander wat doet. Dat zal kloppen, ja. Moeder zweeg en ik was genoodzaakt. En zo gaat het me door. Naaien, hè? Dat is een mooi stuk van Wim ter Schippers over de naaimachine. Nee, niet in die kast. Daar is de naaimachine. Zo. Was er wat anders? Oké, ik vind het mooi genoeg geweest voor dit stuk. Ik ga nu duiken in het echte boek. Want ik heb dus nog niet, ik heb dus dit niet besproken, Rart, maar. De tweede pagina, het laatste stukje, heb ik dat niet gedaan. Doe ik ook niet, hoor. Ga ik nou niet doen. Misschien het allerlaatste stukje. Oostenrijkse Müller Brandstaats, de nieuwe documentaire. Nieuwe documentaire over het slachtoffer. Ja, de geheime pagina's. Ja. Nou, jullie willen bedanken voor het luisteren naar dit stukje. Wat een, dit wordt Anne Frank, nummer 2, nummer 2. En dan ga ik zo dadelijk nummer 3 doen. En dan gaan we dus into the book itself. Tot straks, lieverds.